Hoe probeert een politicus geloofwaardig over te komen? Dit is de Universiteit van Nederland. Dit is misschien wel de bekendste leugen van een politicus ooit. I did not have. Sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time. Liegende politici. Je kan er wel een heel college over vullen. Dat ga ik niet doen. Ik wil het over een iets subtielere kwestie met jullie hebben, namelijk over de complexe situatie van geloofwaardigheid van een politicus. Wanneer vinden we een politicus geloofwaardig. Vertrouwen is belangrijk voor de politiek en voor de politicus. Uh, in een democratie heb je een license to operate nodig. Je moet als politicus draagvlak hebben voor de plannen die je indient en in stemming brengt. Als je niet zo'n draagvlak hebt, ja, dan moet je eigenlijk als een dictator gaan werken met macht of met, uh, ja, met het afdwingen met geweld van je plannen. Nou, eerlijk gezegd, die pure macht die bestaat wel in sommige landen, maar gelukkig leven wij in een democratie en proberen we het vaker met overtuigende woorden te doen. Vertrouwen is meestal laag. Ik denk dat jullie het allemaal wel kennen bij mij in de voetbalkantine als het over politici gaat. Het zijn allemaal zakkenvullers. Nou, dat soort opmerkingen hoor je vaak. Het vertrouwen uit allerlei uh, opiniepeilingen blijkt in politici niet hoog te zijn, behalve natuurlijk in Noord-Korea. De opiniepeilingen geven daar heel regelmatig scores van 95% vertrouwen in de leider en soms wel meer dan 95%. Het slechte nieuws alleen is dat wij die opiniepeilingen niet zo betrouwbaar vinden omdat ze gemanipuleerd zijn. Ik kijk als hoogleraar journalistiek. En nieuwe media en retorica onderzoeken voor dit onderwerp, graag naar de leer van Aristoteles. Deze Griekse filosoof heeft drie, niet meer en ook niet minder, middelen van overtuiging onderscheiden. Met drie middelen kunnen wij eh, als burgers, maar kunnen ook politici hun eh, electoraat overtuigen. Welke zijn dat? Allereerst logos. Logos is. Ja, de vraag is, is je boodschap logisch? Bevat hij goede argumenten en redeneringen? En de tweede factor is pathos. Weet je ook de gevoelens van je publiek te raken met je boodschap? De derde factor, en daar draait het om, is ethos. Kom je zelf geloofwaardig over? Je karakter, je woorden, maar ook je presentatie. Die inzichten zijn al 2500 jaar oud. Maar nog steeds worden ze bevestigd en verfijnd door modern retorisch en sociaal-psychologisch onderzoek. Uh, Aristoteles, de vader van de retorica, die zei eigenlijk: het gaat om logos. Logos, daar zou het om moeten draaien, om je goede inhoud, om de argumenten van je boodschap. Maar tot zijn grote teleurstelling in zijn onderzoek kwam hij erachter dat in de praktijk pathos, dus het spelen op het gevoel, en vooral ethos. Een zeer belangrijke rol speelde. Dus hij kwam erachter dat het belangrijkste kapitaal van een politicus. het vertrouwen in de persoon achter de politicus is. En dat hangt natuurlijk af van je bestaande reputatie als politicus. En uit het onderzoek is gebleken dat als je dezelfde boodschap laat presenteren. door een um, politicus van grote reputatie of door een onbekende persoon. dat de politicus van een goede reputatie. Een beter effect heeft, dat de mensen die boodschap geloofwaardiger vinden. Ik vrees een beetje dat jullie mij niet erg kennen. Uh, heel jammer. Als ik Geert Wilders zou zijn of Twan Huis, de journalist, dan zou het verhaal dat ik nu zou houden, denk ik toch anders overkomen bij jullie. En dat is die factor van reputatie. Maar ethos hangt ook af van de indruk die de spreker al sprekend opbouwt. Ethos heb je niet, maar dat wordt aan je toegeschreven. Dat is een construct. En ik kan tijdens dit verhaal dus een beetje poetsen aan mijn ethos. Dat is handig dat er ook in de klassieke retorica al over dit concept is nagedacht en dat er drie eigenschappen zijn onderscheiden. Het eerste is deskundigheid, de tweede eerlijkheid en de derde welgezindheid. En die eigenschappen kunnen zowel positief als negatief worden beïnvloed. Ik geef voorbeelden. We beginnen bij deskundigheid. Nou, wat kan je doen als politicus, of als spreker, als burger, als student? Uh, je kunt laten zien dat je kennis en inzicht hebt. Je know-how, je argumenten, je grip op de cijfers. Uh, en dat zijn echt dingen die blijken te werken. We hebben experimenten gedaan en het blijkt dat als je een toespraak begint met: Nou, ik werk bij. Dit bedrijf, een vooraanstaand bedrijf, en ben expert op zus en zo. En wij zijn marktleider, dit en dat. En de succesvolle implementatie van dit en dat. Uh, we zouden denken na een tijdje, nou, nou, dat is ook wel arrogant een beetje om dat allemaal te zeggen. Maar uit experimenten blijkt dat het wel degelijk een effect heeft dat het publiek daarna zegt: ja, deze spreker heeft meer deskundigheid. Maar, inderdaad. Op de aantrekkelijkheidsfactor zie je dat de waardering dan zakt. Dus daar moet je als spreker uh, een soort van ja, goede balans in uh, zien te vinden. Ja, hoe zit dat bij een politicus? Hoe kan een politicus laten merken in een campagne bijvoorbeeld dat hij uh, geschikt en deskundig is? Nou, Obama, bekend van al zijn toespraken natuurlijk, was een tijd geleden nog zeer onbekend. Met Yes, we can is hij heel uh, bekend geworden. En ja, hij komt over, en dat is echt werken, uh, als een actieve jonge, krachtige, uh, ja, nieuwe vent met parate feitenkennis, goed onderbouwde plannen. En als hij iets voorstelde, dan verwees hij naar zijn sites, daar was ook een wereld van detail terug te vinden. Dus Obama, uh, iemand die echt deskundig was. Zijn tegenstanders maken daar natuurlijk gebruik van. En die hebben dat destijds ook gedaan door meteen aan te tonen dat hij eigenlijk te jong was voor die taak. Hij werd als Obambi afgeschilderd. Is dat deze Obambi nou de krachtige leider die we nodig hebben om eventueel oorlog te voeren? Dat smeren ze hem aan. Een andere klacht was, een frame dat ze op hem probeerden te plakken was, dat hij te elitair was, dat hij een snob was, dat hij eigenlijk helemaal niet wist. Wat er leefde onder de mensen, dat die veel te veel cijfers gebruikte als Harvard afgestudeerde. Uh, nou, cijfers, dat is echt een interessant uh, punt inderdaad, want met cijfers kun je laten zien dat je grip hebt op de zaak. Uh, en een van de Nederlandse uh, voorbeelden, uh, de heer Roemer, Emile Roemer, een verder voortreffelend sprekende uh, politicus die van alles kan, die heeft eigenlijk ook in Den Haag als ik met mijn studenten daar op de publieke tribune zit, dan gaat altijd een geroezemoes als het over de begroting gaat. Zou die het redden deze keer? En zijn tegenstanders proberen hem daar altijd onzeker over te maken. Let maar eens op bij de algemene beschouwingen. Nou, cijfers niet kennen is niet goed in deze uh, uh, tijd van politici. Nu is er iets interessants aan de hand met uh, deskundigheid. Politieke tegenstanders die werken hard aan om jou ethos, het beeld van jouw deskundigheid, te schaden uh, en te bespotten. En uh, ik weet nog heel goed dat toen uh, Jan-Peter Balkenende premier werd... dat hij er zo raar uitzag, vonden heel veel mensen. En inderdaad, hem uh, werd al meteen aangesmeerd dat hij wereldvreemd was. Dat is toch geen premier waard? En het grappige is dat de speechschrijver van uh, Balkenende met hem samen toen verzonnen heeft... Dat hij uh, met zelfspot terug zou slaan. Hij hield een toespraak, hij opende een tentoonstelling en hij begon zo: Wonderland, van Pietje Bel tot Harry Potter. Zo heet de tentoonstelling die ik mag openen. Een hele eer. Maar ik vraag me wel af waarom die eer aan mij toevalt. Zoveel lijk ik nu toch ook weer niet op Pietje Bel. En hij had meteen het publiek en dat verhaal zong rond en ze dachten: oh, hij kan spelen met. Uh, nou ja, die kritiek op zijn ethos. En daarmee had hij weer een punt gewonnen. Let op met zelfspot. En zeker voor jongeren die onbekend zijn. We hebben een experiment gedaan in Leiden met een jonge, goede docent die echt een goed verhaal had. Maar waar we een versie hadden met een toespraak zonder zelfspot. Met vrij veel zelfspot en met heel veel zelfspot. En we dachten, in Nederland houden we wel van een beetje zelfspot. Benieuwd wat het publiek ervan vindt. Honderden proefpersonen hebben die films bekeken, en wat bleek? Zelfspot geen goed idee als je niet een bekende spreker bent. Ze vinden je dan gewoon minder deskundig en een beetje flauw. De tweede eigenschap die ik wil bespreken van de ethos is eerlijkheid. Eerlijkheid wordt gewaardeerd. Bijvoorbeeld een politicus die ook de nadelen van een voorstel. Bereid is om te bespreken, die vinden we vaak eerlijk. Dus hij zegt: We willen gaan dit plan gaan doen, maar ik weet dat er nadelen aan zitten en toch is het een goed plan. Het blijkt uit onderzoek dat vooral hoger opgeleiden dat een uitstekende strategie vinden. P van de A leider Diederik Samson, die heeft toen echt een, een goede zet gedaan door te zeggen: Ik ga u niet beloven dat wij geen geld meer aan Griekenland geven. Dat had Rutte wel beloofd. Hij zei: ik ga dat niet beloven, want ik kan dat niet beloven. Maar ik beloof u dat ik heel hard voor u ga werken. En dat vonden veel mensen die hem nog niet zo goed kenden, een heel veel meer overtuigende strategie dan Rutte die zei: ik beloof jullie: er gaat geen geld naar Griekenland. En dat is het probleem van uh, dingen beloven die je niet nakomt, dan heb je veel uit te leggen. Niet goed voor je etels. De derde factor, de derde eigenschap van ethos is. Welgezindheid. Aristoteles uh, heeft dit al gedefinieerd als: uh, ja, een politicus die onze voorkeuren begrijpt, die onze waarden kent en waardeert en die opkomt voor onze belangen, die is ons welgezind. Nou, de plaatsen waar je die welgezindheid vaak het meeste hoort zijn natuurlijk partijcongressen. Kijk maar eens naar dit CDA-congres. Het is beroemd geworden vooral door Camille Eurlings. Die zijn partijleider Maxime Verhagen uh, in het zonnetje zet. Dan trouwen onze leiding toe. om dadelijk als wij op deze tocht gaan. om die lijn te bewaken. Maxime, jij hebt hier uit je hart gesproken. Jij hebt je hier openbaar het diepste van je ziel met ons gedeeld. En zo ken ik jou al twaalf jaar lang. Jij bent een mens van vlees en bloed. Je bent een christendemocraat en hier. Jij zult onze idealen nooit verlogenen. Een tamelijk on-Nederlands en ook voor de CDA vrij bijzondere eruptie van emoties. Maar het was duidelijk: hij wilde een, uh, Maxime Verhagen een complimentje geven over dat hij zijn hart op de goede plaats zat. Dat je ook een aanval op de welgezindheid uh, kan maken, blijkt uit allerlei campagnespotjes die er zijn. Ik laat nu een campagnespotje zien van de Republikeinen. Uh, die zijn er zeer goed in uh, tegen El Gore, uh, het is een flits. Ik ben heel benieuwd of je het ziet. The uh, Gore prescription plan, bureaucrats decide. Bureaucrats, Democrats, Reds. Het woord flitste doorheen. Een vorm van priming. Uh, je had het bijna niet door, maar dat soort middelen zijn ingezet om je tegenstander zwart te maken en om de, een ongemakkelijk gevoel bij je tegenstander te geven. Nou, dit soort subtiele middelen, vaak zijn ze in de retorica ook wat Grofstoffelijker. Ik kom uh, op een heel interessante uh, techniek om deskundigheid en eerlijk gezegd ook wel welgezindheid te bereiken. Dat is humor. En humor heeft te maken met die beiden, met deskundigheid en welgezindheid. Het is een recente onderzoekshobby van me om uh, te kijken naar visual props, naar uh, attributen. En een van de meest beruchte en ook dramatische voor het ethos van een politicus in onze tijd. Is het volgende filmpje van Jolanda Sap? Voorzitter, ik nodig de heer Wilders uit. Kijkt u even goed. Zo doet hij dat, meneer Wilders. Zo gaat de stekker eruit. Nou, voorzitter, mijn conclusie is dat bij mevrouw Sap de stekker er volgens mij nooit heeft ingezeten. Goed, en dan zal ik maar mijn betoog vervolgen. Mijn student en ik zaten op de publieke tribune toen dit gebeurde en iedereen zat zo te kijken. De uitdrukking de stekker uittrekken is natuurlijk bekend. Er is niet echt een reden om die te visualiseren. En zeker niet om dat twee keer te doen, omdat de camera's er eerst nog niet bij waren. Zodat Wilders niet op zijn mondje gevallen alle tijd had om een tamelijk vlijmende reprimande te geven die ze niet te boven is gekomen. Humor, oké, okay, maar wees voorbereid. Goed, je kunt nog zo'n goede redenaar zijn, cool en authentiek zijn en op al die punten scoren en aanvallen afslaan. Maar je moet uiteindelijk wel leveren. Geen woorden, maar daden. Dus wat doen politici om betrouwbaar over te komen? Ze werken keihard aan hun deskundigheid, eerlijkheid en welgezindheid. Het is een construct. Je moet het zijn in de ogen van je publiek. Het is overigens uiterst complex, want je weet nooit. Hoe het publiek reageert op ja, je volgende zet als spreker. Logos, pathos en ethos zijn de drie overtuigingsmiddelen, maar ethos is het belangrijkste. Het is ja, het kapitaal van de politicus. Want vertrouwen in de persoon is essentieel voor het geloof in de boodschap.